De wereld verkeert in een diepe economische recessie. Bijbehorende massa-ontslagen en faillissementen treffen bijna alle uithoeken van de economie. Het klimaat verandert. De roep om aandacht voor duurzaamheid vindt massaal gehoor bij particulieren en organisaties. Nederland vergrijst. Er komen meer ouderen en de groep ouderen leeft langer. Door technologische ontwikkelingen vervagen de grenzen en is er sprake van een ongekende globalisering. Het leven in een multiculturele samenleving leidt tot uitdagingen waar we niet altijd een antwoord op hebben. En de generatie Y betreedt de arbeidsmarkt. Een multitasking generatie opgegroeid in een tijd van technologische vooruitgang en economische welvaart. Al die maatschappelijke uitdagingen die we dagelijks ervaren hebben onlosmakelijk hun invloed op facility management. Direct of indirect. De trend naar meer aandacht voor het onderwerp duurzaamheid beïnvloedt facility management. Een wagenpark met hybride auto's en groene gebouwen. De recessie vraagt om een focus op kosten, personeelsreductie, minder luxe en meer aandacht voor sober en efficiënt. De facility manager moet nadenken over de wijze waarop de recessie hem of haar raakt. Is personeelsreductie de juiste optie? Uitbesteden of juist niet? Welke organisatie past het beste bij de huidige omstandigheden en de toekomst? En welk facilitair concept sluit aan bij de hedendaagse wensen van onze gebruikers en klanten? Facilitaire organisaties en facilitaire aanbieders moeten nadenken over hun rol, hun propositie voor nu en later in deze snel veranderende wereld. Organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde heeft, in samenwerking met de beroepsvereniging Facility Management Nederland, in het najaar van 2008 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de Nederlandse facility managementmarkt.